Ook dit jaar stelt Rosabel Goldmines via haar studiebeurzenprogramma de best geslaagde studenten van de Mulo School van Brokopondo in de gelegenheid verder te studeren. Vanmorgen hebben 19 beursalen een overeenkomst getekend met Rosabel. 5 van die studenten treden voor het eerst tot dit programma toe. De ondertekening en awardceremonie vond plaats in Ramada Hotel. Met dit Rosabel studiebeurzenprogramma krijgen de studenten de gelegenheid om onderwijs te volgen in Paramaribo op het niveau van de middelbare school, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Volgens Varielle Rossi van de Lead Community Relations Department is dit jaar een heel bijzonder jaar voor Rosabel. Succes. Maak gebruik van de mogelijkheden, de begeleiding die ik kreeg. Want volgend jaar wil ik jullie allemaal weer hier terugzien. De general manager van Rosabel Goldmines, Suresh Kalatil, gaf aan dat het bedrijf ervan overtuigd is dat wanneer je een gemeenschap ontwikkelt, je ook de studenten meeneemt. Hij zegt dat de grootste drijfveer van het goudbedrijf is om deze studenten via het beurzenprogramma te sponsoren, zodat ze burgers worden met een toegevoegde waarde. We get into children who have got a dream. A dream so that they can realize their dream to be excellent citizens of this country. It's important for us as a team, as a partner in this process of development that we support dreams of children. And that's one of the primary responsibility way we have taken in providing scholarships to students who are competent to take up that program. We started off this program in 2009, started off with 4 students and then gradually increased to a number of 31, and this year we have got around 19 students. So there's a dwindling rate of students, but what we really need to do is that pick that up and we will support in the development of students in a career building. Kalatil hield de studenten voor dat ze groot moeten dromen en aan deze dromen moeten werken. De directeur van regionale ontwikkeling, Wilco Finissi, prees de geselecteerde studenten voor hun uitmuntendheid. Hij is blij dat deze studenten nog invulling geven aan het Rosabel studiebeurzenprogramma, doordat ze hun best blijven doen. Finissi bracht ook dank aan Rosabel dat ze de regering ondersteunt in de realisatie van de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Met name SDG 4 voor gelijke onderwijskansen. Ook vroeg hij aandacht voor de drop-outs die elk jaar in aantal toenemen.